Hi en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. In deze video leg ik jou het verschil uit tussen de regular edition van de Wolters Kluwer collegebundel en de limited edition van een collegebundel. Laat ik beginnen met de bundels gewoon even te omschrijven. Qua inhoud zijn ze precies hetzelfde, maar het gaat echt om de buitenkant. Dit is de limited edition en deze heeft een harde kant. En dat is ook te horen. Verder, ja, qua inhoud is het dus precies hetzelfde, maar het heeft een harde kaft en die is iets duurzamer. Je gaat gewoon iets langer mee. Wel is hij een stukje zwaarder. Ook heeft deze een lintje die je makkelijk kunt leggen in belangrijke pagina's. Ik studeer strafrecht, dus bij mij ligt hij in het wetboek van strafrecht. Wat verder nog echt heel erg handig is aan die limited edition, dus met die harde kaft, is dat die komt in een handige houder. En ja, die staat natuurlijk ook best wel mooi. Dus ik gebruik hem zelf als tv-meubel. Nou, en dan hebben we twee collegebundels met een zachte kaft. Dit heeft dus geen harde kaft, maar een zachte. En deze zijn ook een stuk lichter van gewicht. Wat wel zo is, omdat hij dus een zachte kaft heeft, gaat hij vaak iets minder lang mee, omdat hij natuurlijk gewoon heel erg meebuigt. Zelf heb ik jarenlang gebruik gemaakt van die zachte kaft. En dat was gewoon puur omdat ik ze gewoon allebei mee kon nemen. Want vooral mijn eerste jaren heb je natuurlijk gemengde colleges. Dus je hebt de ene dag... Of eigenlijk voor het ene vak heb je de private bundel nodig en de andere publieke. Dus ik moest ze vaak allebei meenemen. Ja, en dan is gewoon qua gewicht scheelde natuurlijk wel. Want je hebt ook natuurlijk nog je laptop mee en je aantekeningenblokken. Dus die vond ik ook heel erg fijn te gebruiken. Verder komen nog bij allebei de bundels deze handige tapjes. Die kun je gebruiken voor het maken van verwijzingen in je wettenbundels tijdens je tentamens. En ook krijg je een kortingscode van 5% op je studieboeken. En als je goed kijkt, zie je mij daarop staan. Het is natuurlijk best wel moeilijk om de keuze te maken of je nou een harde kaf wil of een zachte kaf. Maar hopelijk heb je hier een beetje iets aan gehad in deze video. Ik maak er ook veel TikTok video's over, dus vergeet me vooral niet te volgen op TikTok. En wat ook nog leuk is, is dat we momenteel een winactie lopen hebben met Wolters Kluwer Student. En dat is voor de regular editie. Hij loopt nog steeds, dus je kunt nog steeds meedoen. De voorwaarden staan op mijn Instagram. En ja, wie weet win jij dus een van deze collegebundels. En dat was het voor deze video. Je kunt beide collegebundels gemakkelijk bestellen op de website van Wolters Kluwer.